Overlord 2, het is een goed spel. Dat geef ik eerlijk toe. Walking Dead, ja. Het is echt een goed spel inderdaad, voor die prijs, al sowieso. En Amnesia is gewoon vet. Daar kun je gewoon niks tegen opbrengen. Het gaat echt, ja, om natuurlijk wat je zelf ook leuk vindt, uiteraard. Nou, ik maak deze even af en dan ga ik zelf ook eten. Wacht, dit was juist geen goed idee. €25 voor Oblivion is duur, ja, eerlijk gezegd. Als je gewoon in de winkel gaat krijgen, kan je hem voor een tientje 15 vinden, hooguit. Kun je dan uiteraard wel onder de uitzondering rekenen, als ik het zelf voor €5 kan krijgen ofzo.
Ja, nu. In de winkel, echt gewoon als je een random free record shop binnenloopt, dan ben je er echt een tientje voor kwijt. Meer echt niet. Die ik aanraad. En dan bedoel je gewoon in de winkel of wat dan ook, of... fijn, dan zitten we weer vast. Nou, ik moet in ieder geval eten. We maken deze straks als ik terug ben in ieder geval af. Ik ben er met een kwartiertje, half uurtje weer. Zal ik anders even de stream eruit gooien dat iemand anders verder kan? Ik ben in ieder geval eten. We zullen vanavond, als er tijd over is en niemand streamt, gaan we sowieso verder met deze en dan maken we hem helemaal af. Ja, en dan tot straks in ieder geval in de chat. Ricardo, Torchlight zou ik sowieso erg doen. Torchlight 1 kun je jammer genoeg niet met meer mensen spelen. Torchlight 2 is je geld waard. Ik meen het. Dank je, Zirk. Ik zie je.